Ik zie het eigenlijk zo dat de Pvv en Leefbaar Rotterdam gewoon zelfstandig blijven, zoals in Duitsland bijvoorbeeld het CDU en CSU samenwerken, maar dat de meerdere lokale partijen een stem krijgen in Den Haag. Zo simpel ziet de oud-oprichter van Leefbaar Rotterdam het voor zich. Geert Wilders reageerde telefonisch. Ik heb respect voor Leefbaar, maar onze partijen verschillen te veel als het gaat om het migratiestandpunt. Ook fractievoorzitter Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam bevestigt dat de verschillen tussen de partijen te groot zijn. Kopvolle tax. Kunnen wij absoluut niet kunnen. Het hele gebeuren over minder Marokkanen. Kunnen we absoluut niet kunnen. Dus ik denk dat er toch nog. er zijn overeenkomsten, maar ook heel duidelijk verschillen. En dus blijft de vraag waarom Ronald Surrus dan toch een samenwerking wil tussen de beide partijen. Ik vind de versnippering aan de rechterkant vind ik heel slecht. Geert Wilders liet vandaag verder weten. Ik overweeg dan ook meer dan voorgaande jaren. om bij de komende verkiezingen. met een lokale PVV te komen in Rotterdam. Interessant. Uh... Maar dat geeft dus ook direct aan het verschil. En dat het plan uh, van Ronald Zeels eigenlijk al verslagen heeft. Nooit geschoten altijd mis. En uh, ik schiet nu en ik kijk wel waar, waar het terecht komt. Ik zou bijna de grap maken, niet te schoten altijd mis. En u heeft met deze opmerkingen in uw eigen voet geschoten. Nee ja, nee, ik, ik heb een ongelukje gehad. Een PVW en een scooter dat gaat klaarblijkelijk niet samen.